Nou, het herstellen van een dakrand. Soms is het dak niet helemaal nodig om te vervangen, alleen wel de delen die op de regen liggen. En, ja, die worden op een gegeven moment oud, die moeten vervangen worden. Dan kun je kiezen voor hout of kunststof. En er zijn andere dingen waar je rekening mee kunt houden bij het vervangen van een dakrand. En die zal ik laten zien in het artikel en die zal ik erbij maken. En de link zet ik onder de video voor je.